tweede zilveren schoen, de tweede prijs, gaat dus naar Gerald Vanenburg. Maar die is ook met zijn werk bezig hier bij PSV. We gaan eens kijken of Annette van Tricht, mijn collega, verslaggeefster daar op het veld, hem nu al kan bereiken. Annette van Tricht. We zien de wedstrijd nog steeds bezig. PSV Borussia Mönchengladbach. Als ik mij niet vergis is de stand 2-2. Als ik juist mee. PSV valt aan. Maar ik zoek Annette van Tricht. En aangezien René van der Gijp meespeelt, moet ze te vinden zijn. Ja, contact. Nee, dit is echt een pijnlijk moment in de sport. Dit is de zilveren schoen die ik uit moet reiken aan Gerald Vanenburg. Ik zet hem even neer en ik krijg nu het bordje nummer 8 en ik kijk even of meneer Kraai niet kijkt. Ik zou hem heel graag willen wisselen, maar met nu, het is nu 45 minuten, het is onmogelijk om te wisselen. Dat betekent ook dat er penalties genomen moeten worden, dus we gaan even naar het draaien komen. Ik haal even meneer Kraai erbij. Meneer Kraai, wacht even hoor, even weglopen en zitten. Kunt u even iets vertellen over de wedstrijd, hoe het er nu toe gaat? Hij is afgelopen trouwens. Ik had het dat het een goede wedstrijd is geweest, behalve de laatste 10 minuten zakt dit wat weg. Maar het is een echte voetbalwedstrijd geweest tegen een hele goede tegenstander, Borussia Mönchengladbach. En we gaan het hebben over Gerald Vanenburg, denk ik. We gaan even opzoeken. Komt ie. Daar komt hij aan. Gerald. Gerald. Mag ik je heel hartelijk feliciteren in de strijd om de voetballer van het jaar. Heb jij de zilveren schoen gewonnen? Samen met Simon Tahamata. Hij is voor jou. En hoe was je debuutwedstrijd bij PSV? Ik heb blij geweest met het publiek en ik heb een hele fijne wedstrijd gespeeld. Is de bedoeling dat je ook een strafschop gaat nemen nu? Daar moet ik nog even op wachten. Ik hoor dat. Ik ga het even vragen aan. Ik ga gewoon even bij de scheidsrechter en bij Hans Kraai staan. Meneer Kraai, is het de bedoeling dat Ruud Gullit ook een strafschop neemt? Ja, ik weet niet waarom dat het de bedoeling is, maar ze willen hem een strafschop laten nemen. En hoe zit het met Vanenburg? Vanenburg zal er ook wel een nemen. En voor Vanenburg moet ik zeggen, zijn eerste wedstrijd hier voor 20.000 mensen. En ik denk eigenlijk dat hij indrukwekkend heeft gespeeld. Bent u tevreden over de aankoop of heeft u er al spijt van? Nou wat? Dat zou toch kunnen? Nee, zeg helemaal niet. Nee. Kijk, alle fus rondom Vanenburg, die is vervelend geweest voor die jongen. Maar dat moet je maar een beetje relativeren. Wij zijn erg blij met hem. Het is een goede voetballer, het is een sportieve jongen. En je hebt gemerkt aan de reacties uit het publiek dat het een jongen is die het publiek erg goed bevalt. Het is niet zo duidelijk voor een hoop mensen waarom zo'n balgoochelaar erbij heeft gehaald, als ik het allemaal goed begrepen heb. Ja, maar als ik naar de bioscoop ga, wil ik goede acteurs zien. Dan wil ik geamuseerd worden. En de mensen komen tegenwoordig niet meer alleen om hun ploeg te zien winnen. Ze willen ook leuke dingen zien. En hij is een speler die leuke dingen doet, maar buiten de leuke dingen. Hij kan ook echt effectief en productief zijn. En ik vind een goede voetballer. Hij speelt toch in het Nederlands elftal, is 22 jaar. En ik denk dat hij nog een hele goede carrière voor zich heeft. Een andere vraag even aan de voetbaldokter. Ruud Gullit, ik heb begrepen dat hij in de spits stond, maar ik zag hem in de eerste helft heel vaak achterhangen. Ja, we hadden geblesseerde spelers. Nielsen die was geblesseerd en Arnezen was geblesseerd. En hij is erg veelzijdig. Hij heeft achtergespeeld het laatste half uur voorin. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat Ruud Gullit in de toekomst bij PSV voorin speelt. Even over Gerrits betreft, want die heeft ook deze week aangespeeld. Ja, Gerrits, dat is een bijzondere man. Hij is 32, het is een Belg. En dat zegt bijna een heleboel. Hij is zeer fit en heeft vanavond erg goed gedaan. Waarom duurt het al zo lang voordat de strafschoppen genomen gaan worden? Ik zie nou weer iemand daar met zijn benen in de lucht en zo. Ja, jij stelt de goede vragen. Dat duurt een poosje. Er moeten spelers aangewezen worden. De scheidsrechter moet even de zaak controleren. Dan komt hij vragen welke goal we willen. Nou, wij wilden de linker goal, omdat we normaal gesproken daar productief zijn. Hoezo? Als je diep in mijn hart kijkt, penalties, dat is niet onze vorm hoor. Gaat u zo meteen in de tribune op? Ik blijf lekker hier nog even op mijn gemak zitten kijken. Voor mij is het belangrijk geweest vanavond dat er goed is gespeeld. Ik hoop dat we winnen om morgen de finale te kunnen spelen. Zouden we niet winnen, dan gaan we ook wel slapen vannacht. Hè? En wat Gullit betreft, neemt hij de eerste strafschop, want dat zou voor ons wel goed zijn. Ja, graag de eerste penalty voor Gullit. Ja, we zijn publicitair zeer gevoelig. Ruud Gullit neemt de eerste strafschop. Juist! Yes. Meneer Kraai, Gullit neemt de eerste penalty. De wedstrijd is onbeslist geëindigd. En daarna mag ze er meenemen. Want, dames en heren, voor zover u nog niet wist, Ruud Gullit is de winnaar van de Gouden Schoen.
de voetballer van het jaar 1985-86. U ziet hem nu op weg naar, zijn werk. Voor alle duidelijkheid, dit is een rechtstreekse uitzending. Ruud Gullit aan het werk. Winnaar van de Gouden Schoen. Penalty tegen de doelman van Borussia Mönchengladbach. En het doelpunt. Annette van Tricht neemt hem zo snel mogelijk mee hier naartoe. Dat wordt een ingewikkelde tocht. Ze is al bij. Nou, had je het bedacht van tevoren dat je ineens zou schieten? Nou ja, normaal neem ik penalty's niet, maar ik moest hem nemen. Ja. Hoe komt het dat je vandaag wel moest nemen? Wat zeg je? Hoe komt het dat je vandaag wel moest nemen dan? Nou ja, voor ik denk ook een beetje voor het programma. We gaan even rennen, Ruud. Ik moest even zeggen dat je bij de loper daar weer die trap uit moet kijken, want die roeien, of hoe heet dat, die roeien? Die liggen niet vast. Met die noppen, wacht even. Hoe ging de wedstrijd? Nou, het ging, ik vond die niet best los. Ik denk dat het beter had kunnen, maar ik denk, dit is de eerste serieuze test eigenlijk, vind ik. Voor mezelf ook. We zijn nu op de parkeerplaats. Ik kom de sier op doen, een beetje ritme. Maar voor de rest, ging het onder. Hoe ging het met Vanenburg? Ik ben nog onder die helft uur zelf gespeeld. Nee, dit mogen we even sprinten van de... meneer Kokpostra. Wacht even. Dames en heren, de voetballer van het jaar. De punten bijeengehaald in het seizoen 85-86. De allroundspeler van PSV in Eindhoven. Ruud Gullit. Hallo Ruud. Het is een mooie wedstrijd geweest. Nou, ik vond het wel spannend, ja. Maar het had beter gekund voor ons, denk ik. Ik vind niet dat we echt goed gespeeld hebben. Maar het is voor mij in ieder geval de eerste belangrijke testcase. Ik heb de helft kunnen zien. Het was erg aantrekkelijk voor het publiek. Wat was het niet goed bij jullie? De organisatie. Ik had het beter moeten organiseren. Jij had het beter moeten doen? Ja, maar ja, het is voor het eerst dat ik weer laatste man moest spelen. En ik hoorde het pas een dag van tevoren. En het had beter gekund, denk ik. Goed, we praten straks nog over die wedstrijd. Ik krijg straks ook fragmenten van die wedstrijd te zien. Voor ons een hele eer, en voor jou moet het dat ook zijn, Ruud, dat je de Gouden Schoen krijgt, voetballer van het jaar, seizoen 85-86, en dat die uitgereikt wordt door de enige voorzitter van de Internationale Voetbalassociatie, dat is meneer João Havelange. Die is hier in Nederland en is bereid om die schoen aan jou uit te reiken. Mr. Havelange, be so kind, come to Mr. Gullit. Do you think, Mr. Havelange, that the Netherlands... Ik heb eens een programma klasgenoten gemaakt met de klas van Ruud Gullit. Toen Ruud 12 jaar was in een zesde klas in Amsterdam. De onderwijzer van die klas en de gymnastiekleraar zeiden... toen hij in de vierde klas van de lagere school zat... was het al een fenomenale atleet en een uitstekend klein voetballertje. Hij speelde al mee met de grote jongens in de Amsterdamse paastoernooien. De aanleg, het talent was toen al zichtbaar. Een van de mannen die het Gullit-talent heeft ontwikkeld, was de toenmalige trainer van Haarlem, Barry Hoeks. Barry, hoe zag jij het talent van Ruud Gullit? Nou, ik zag Ruud spelen toen hij was 14 jaar bij DBS. En een jaar later heb ik hem, werd ik op hem gepaced om hem te brengen naar Haarlem toe. Met enorm veel concurrentie van Ajax, Feyenoord, van bijna elke club in Nederland. En het was gewoon die overtuiging, kracht denk ik van mezelf. En gewoon te zeggen tegen Rudy, je kan beter beginnen bij Haarlem. Een goede scholing krijgen in de jeugd. En in de C-elftal en dan spelen in de eerste elftal. En dan de clubs, de grote clubs komen vanzelf. En ik denk dat ik heb daar gelijk. Ik moet zeggen dat Rudy heeft een hele goed begin gehad. En, ik weet dat nog hem speelde in de eerste keer toen hij was 16 jaar tegen DDR, amateurhelftal, Olympisch helftal. En hij was briljant. Maar ik moet zeggen dat hij, ik heb veel pijn en moeite moeten doen om hem te brengen naar Haarlem. Wat heb jij hem speciaal geleerd bij Haarlem? Nou, geleerd, het was, toen hij bij mij kwam was hij erg jong. En het was belangrijk om hem in alle rust te laten zelf ontwikkelen. Kijk, Rudy had alle kwaliteit van een grote voetballer. Het belangrijkste was te kijken of hij de juiste mentaliteit en de juiste instelling
En daar was het belangrijk bij Haarlem te komen, in een club dat was, laten we zeggen, niet altijd in de subtop, meestal onderaan. En dan in de subtop, zo had je een stel jongens om je mee, dat duldde geen praatjes, ze wist precies hoe ze moet hem aanpakken. En ik denk voor Rudy dat was enorm belangrijk. En ik was erg hard voor hem in het begin, omdat hij was een beetje een losse jongen. En hij dacht alles was goed en dat komt vanzelf. En ik heb hem, ik nam hem mee naar school, naar HAVO. Ik zei, je moet je schooldiploma halen. Als je een gebroken been krijgt, ook wat gebeurt, je moet je HAVO-diploma. En via de bestuur en mijn persoon hebben we iemand omgepraat in Haarlem om hem op de HAVO te brengen. En zijn vader was erg blij dat ik was zo bezig met zijn school. Zijn vader was onderwijzer. En ik probeerde op dat richting te brengen, dat wij zo goed voor ze zorgen. En niet alleen zijn voetbal, maar ook zijn onderwijs. Kijk uit, hij is vlak 18. Oh. Hij is wat vind jij, Barry, dat Ruud Gullit nu nog mist in zijn spel op dit moment? Nou, in mijn ogen mist Rudy niks. En ik ben altijd een grote fan van Rudy geweest. En hij heeft zo ontwikkeld over de jaren, met de hulp van trainers en betere ploegen natuurlijk. Maar Rudy had dit gewoon. Rudy is een straatvoetballer en Rudy houdt van voetbal. En toen ik hem zag het 14 jaar bij DWS, hij was altijd bezig en hij was overal. En ik weet nog dat ik ging een keertje naar zijn huis toe. Ik was altijd bij hem thuis. En ik was altijd een gillen, omdat Ajax belde dan. En ik zat boven en ik zei tegen mevrouw Gullit, niks zeggen dat ik hier ben. Hè? En ze zei, nee, ik zal je niet verklappen. En Rudy kwam uit van de straat af. En hij, met Rijkaard was hij aan voetbal op straat na de wedstrijd. Hij is gewoon een straatvoetballer, heeft zichzelf ontwikkeld met de hulp van anderen. En het is een zalige jongen, een goed mentaliteit en een goede karakter. En nou, hij is bij PSV, is voetballer, ja, maar ik denk dat dit is niet de eind. Wie ga je op hem zetten? Als je dat wil. Ruud Gullit, Revelation Time. Ga er maar naartoe.